Wesley Sneijder heeft het verknald. Maar de reden van de breuk tussen hem en zijn grote liefde Jolante gisteren nog wat onbekend was. We hebben het er natuurlijk uitgebreid over gehad. Zegt hij nu dat hij de oorzaak is? Ja, de liefde tussen Wesley Sneijder en Jolante Cabau is bekoeld. Amper 9 jaar na het sprookjeshuwelijk in Italië maakt het showbizkoppel vandaag bekend dat ze uit elkaar gaan. De breuk slaat in als een bom als de manager van Jolante met het volgende statement aan RTL Boulevard komt. Zij zegt: Jolante Sneijder Cabau en Wesley Sneijder Cabau hebben besloten uit elkaar te gaan. Ze hopen op respect voor hun privacy. Beiden houden een voorlopige pers- en mediastop. Vlak voor die verklaring komen deze beelden vrij die anderhalve week geleden in Qatar zijn gemaakt. In de 3,5 minuut durende video spat het gezinsgeluk en de liefde nog van het scherm. Vandaag laat Wesley, ondanks zijn aangekondigde mediastop, toch van zich horen als donderslag bij heldere hemel. Hij zegt: ik heb het verknald, meerdere keren. Hoe Wesley het verknalt, dat wordt niet bekendgemaakt. Eerder spreken Wesley en Jolante in het programma The Story of My Life heel openhartig over een eventuele escapade in de toekomst. Kan je je voorstellen dat jullie bij elkaar zijn als je 60 bent en dat jullie relatie dan een slippertje van een van beiden of allebei overleefd zou hebben? Of is dat een totale no-go area? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel, om heel eerlijk te zijn, dat tegen die tijd dat Wesley dan wel een paar slippertjes heeft gemaakt. Als ik er zo uitzie, dan moet ik het hem wel vergeven. Nou, ben je gek? Dat heeft toch niks te maken met hoe jij eruit ziet? Ik bedoel, we zijn allemaal mensen. En het liefst zou ik hopen en dat we altijd trouw aan elkaar zouden zijn. Maar als het wel gebeurt, dat is ook menselijk. Ik zou dat kunnen vergeven zolang het niet een hele liefdesaffaire is met een heel ander gezin daarnaast. Dat een tweede leven, dat zou moeilijk zijn voor mij. Ja. Maar als hij, ja, als ik er zo uitzie en hij kan een jong ding een keertje een leuke avond hebben, ja, ik zou niet heel erg daar niet van opkijken als dat niet gebeurt. Ik denk als je dan dat we deze leeftijd hebben dat hij het al gedaan heeft. Door dit fragment zou je kunnen denken dat een mogelijk slippertje van Wesley voor Jolante geen aanleiding hoeft te zijn tot een breuk. Wesley sluit zijn Instagram-post af met de woorden: mijn gezin verdient rust. Ik vraag nogmaals om respect voor onze privacy. We zijn nog niet gescheiden. Aram, een mediastop hebben ze allebei aangekondigd. Hè? Zowel Jolante als Wesley. En toen kwam hij toch vandaag opeens met deze Insta-post. Waarom? Ja, het heeft niet lang geduurd. Want wij dachten ook, nou, dat wordt waarschijnlijk een lange tijd stil. En toen kwam ineens dit bericht. Toch wel een beetje een shock. Want Wesley die had toch helemaal niks van zich laten horen. Gisteren was het persbericht ondertekend door de manager van Jolante, Xenia. Ja. Daar staat hij wel achter. We hebben zijn manager gesproken. Maar nog even dat bericht. Ik heb het verknald. Meerdere keren. Mijn gezin verdient rust. Ik vraag nogmaals om respect voor onze privacy. En we zijn nog niet gescheiden. Maar wat kunnen we nou uit dat meerdere keren halen? Nou, we hebben hier volop ook natuurlijk over gespeculeerd. Ja. Maar het blijft speculeren. Nou, allereerst maakt hij een knieval, vind ik, naar Jolante. Hij zegt dus echt van: ik heb het gedaan. Ik trek het boetekleed aan. Het is mijn fout dat dit verkeerd is gegaan. Maar wat er is verkeerd gegaan, ja, het zijn niet de boodschappen die hij vergeten is om te halen. Nee. Ja, en ook als je dat fragment net ziet van Story of My Life, daar is Jolante eigenlijk heel eerlijk. Want zij zegt over een eventuele vreemdgaan, over een slippertje van Wesley: we zijn allemaal mensen, ik zou een slippertje kunnen vergeven, zolang het niet een hele liefdesaffaire is met een heel ander gezin ernaast. Het is eigenlijk een hele eerlijke reactie van Jolante. Maar, oké, hij heeft dus dat nu geplaatst op Instagram. Ja. Je hebt de manager gesproken. Waarom heeft hij het geplaatst? Ja, de manager zegt eigenlijk om de negatieve reacties rondom Jolante van gisteren wat te temperen. Want hij vond, zegt de manager dus, Wesley vond het nogal op Jolante gericht. Hè. We weten allemaal nog de relatiebreuk met Jan Smit. Toen ging het heel erg over de gastendoekjes. Alles was weg in het huis. Nou, dat kwam gisteren voorbij. Ik zag een reclame van bol.com. Die had daar heel gretig en snel op ingespringen. Wel goed. Sneller. En de recensie van Wesley Sneijder, die van mij, zijn ook weg. Omdat dat hele huis was leeggeroofd. Ja. Zou zijn leeggeroofd. En dat zegt de manager nu. Wij willen toch Wesley een kans geven om naar hem toe te trekken. Dat hij zegt: ik heb het verkeerd gedaan. Ik ben degene waardoor het komt. Maar dat vind ik dan, ondanks dat ik geen idee wat hij verkeerd heeft gedaan. Nou ja, waarschijnlijk misschien dan vreemd gaan. Dat weten we dus niet. Maar ik vind het wel netjes dat hij dan zegt: oké, het is mijn schuld. Als er dan haat komt, dan maar op mij. Ja, absoluut. En ook heel eerlijk inderdaad van die manager dat hij dat nu aangeeft. Maar het geeft ook wel aan, vind ik. Jolante zit in Thailand.
Hij zit in Qatar. Ze zijn echt ver van elkaar verwijderd, letterlijk en figuurlijk. Want dit is toch een beetje... Ja, gisteren is er een persbericht uitgegaan. Dat zou eenheid moeten uitstralen. En nu komt toch dit bericht. Ik vind dat ook wel typerend. En in dat bericht staat ook, we zijn nog niet gescheiden. Ja. Zou dat ergens nog kunnen insinueren dat er nog gevochten wordt voor een toekomst? Misschien wel. Ik heb Xenia net nog even gesproken. En die zegt ook, wij hebben gisteren niet gecommuniceerd dat ze gaan scheiden. Ik zeg, okay. Ja, maar wat dan? Ja, ze gaan uit elkaar. En dit lijkt er ook een beetje op dat Westie misschien nog wel wil strijden ervoor. Dat hij toch probeert, van het zou toch nog kunnen dat we weer... of dat we in ieder geval bij elkaar blijven. En dat laten die beelden ook een beetje dat zien. Dat is het, want die beelden blijven gek. Als we nog weer even terug kunnen. We hebben gisteren natuurlijk het een en ander wel van gezien. En ze circuleren online. Maar dit is dus echt anderhalve week geleden, Aram. 2 weken geleden ongeveer, in Qatar geweest. En, maar zou dit niet ook kunnen zijn dat zij zeggen... oké, we gaan uit elkaar, dat weten we al. Laten we nog een heel mooi soort document maken voor het gezin dat wij zijn geweest. En voor altijd ook zullen blijven... Nou ja, we hadden het er gisteren ook met Peter over. Het zou ook kunnen dat zij dit gevoel willen uitstralen. Dat dit is hopelijk zoals ze het kunnen voortzetten. Ook voor de kinderen, voor Jesse en voor Chess Chava. Mark, het lijkt wel een beetje op een soort koningskoppel dat uit elkaar is gegaan. Nou, is het ook. Zo serieus dat het allemaal Nederlands staat bij NOS. Dat huwelijk was destijds ook al een soort prinses die dat trouwde met de droomprins. Het was zo groot, mediaregeling, het was enorm. En dat is ook wel een beetje, maar het komt omdat er showbiz... Nou, een van de allermooiste vrouwen uit de showbiz, een van de meest begeerde vrouwen van de showbiz, trouwt met een van de beste voetballers van Nederland. Dan krijg je twee werelden die over... Dan krijg je eigenlijk de huiskamer die samen ineens geïnteresseerd is. En dat maakt het zo bijzonder. En daarom zit het ook in het nieuws. En waarschijnlijk wordt vrijdag Rutte gevraagd wat hij ervan vindt. Ja, dat was toen wel. Toen Jan en Jan Smit en Jolant uit elkaar gingen... toen heeft Jan-Peter Balken ook wat ervan gezegd. Ja, klopt. We blijven het volgen.